Capcom bundelt twee oude Darkstalkers games en gooit ze op Xbox Live en PlayStation Network onder de naam Darkstalkers Resurrection. En wij werpen er een eerste blik op. From a world beyond human comprehension, we have waited. Preparing to strike. And now we have returned to rule the night. Let's play. Dit is niet de eerste keer dat dit soort oude 2D fighting games, want ik maak bezwaar tegen, tegen de benaming beat'em up, dat is toch de Final Fight Double Dragon-achtige flavor. Maar ja, dit soort 2D games die dan, sprite-based games, die dan een HD poetsbeurt krijgen en worden gepoord naar de online stores van Sony en Microsoft, dat gebeurt vaker. Dan zie je ook, net zoals in dit geval, dat het bijvoorbeeld niet breedbeeld wordt. Maar dat je... Het wordt upscaled. En je krijgt wat balken aan de zijkant. En het is ook niet een HD remake in de zin van dat het nu opeens cutting edge sprite graphics zijn. Het zijn wel gewoon de oude animaties, de oude beelden. Alleen inderdaad, de resolutie wordt gewoon omhoog geknald. Wat wel zijn charme heeft. Zeg. Ja, nou, ik vind het tof dat het wel de oude grafische stijl behoudt. Dus sterker nog, het zijn gewoon de oude graphics. Maar als je dan in eerste instantie checkt van het is een HD remake, wat ik weet niet of ze het echt officieel zou noemen. En je ziet de game, dan heb je zoiets van, het is wel gewoon echt de classic sprite look. Want als je gaat kijken naar moderne sprite games, die techniek is ook best wel ver gekomen. Ja, absoluut. En als je een moderne sprite game ziet in HD, dat ziet er wel even wat anders uit dan dit. Ja. Maar dat is verder geen ramp. Wat ik interessanter vind is dat aan beide titels nu een uitgebreide online mode wordt toegevoegd. Ja, dat niet alleen, nog heel veel meer eigenlijk. Verrassend veel, moet ik zeggen. We hebben het hier over Night Warriors Darkstalkers Revenge uit 1996. Voor de Saturn is die destijds uitgekomen. En Darkstalkers 3, die in 1998 op de PlayStation 1 is uitgekomen. Ja. Nou, dus toen had je nog helemaal geen online functionaliteit. Nee. En dat zit er nu dus wel bij. Met zo'n heel systeem dat ervoor zorgt dat het praktisch lagvrij is. Je kunt ook je regio instellen, zodat je altijd gewoon tegen mensen speelt die relatief dicht bij je wonen. Het is ook een minder zware game om online te spelen dan als jij een moderne 3D fighting game gaat spelen. Maar ik die op de PlayStation heb ik gespeeld. En dat was destijds een game, dat speelde je gewoon. Want als je van fighting games hield, dan speelde je dat nog. Er waren toen wel net al de eerste reeks 3D fighting games. Maar iedereen was nog zo gewend om ook 2D fighting games te spelen. Darkstalkers was wel echt een toffe titel destijds. Veel mensen speelden. Het probleem was wel dat de release buiten Japan, daar zaten nogal wat problemen in. Missende frames en dergelijke. En dat is nu natuurlijk allemaal wel verholpen. Ja. Maar nu is die groep mensen die dit soort games speelt veel kleiner. Ja. Dit is wel echt een, een hele kleine niche is het ook weer niet. Want 2D fighting games zijn heel erg populair. Maar omdat je ook nieuwe 2D fighting games hebt, is het groepje dat echt dit soort klassieke 2D fighting games speelt, die is inmiddels wel redelijk klein. Dus ik denk dat het tof is dat het dan online allemaal plaatsvindt, zodat je altijd wel mensen hebt om tegen te spelen. Maar ik ben wel benieuwd hoe groot de doelgroep is van deze game. Ja, niet zo heel groot. Maar als je dit voor een zacht prijsje wegzet op PlayStation Network en Xbox Live, ja, denk ik dat je geïnteresseerden toch wel eventueel kunt triggeren om deze games gewoon te gaan checken. Ja, maar ik denk maar het zal niet een heel grote groep zijn inderdaad. Je hebt serieus geïnteresseerden nodig, want het is een preview wat we nu aan het doen zijn. Ik zag bijvoorbeeld staan $15, even als indicatie. Dan weet je ongeveer wat dat gaat kosten in euro's of in Microsoft Points, afhankelijk van waar je hem koopt. En dat is toch net een bedrag dat je hem niet zomaar eventjes koopt om te gaan spelen. Dan moet je Darkstalkers kennen, je moet echt wel iets serieus hebben met 2D fighting games. Ja. Anders dan duik je er niet in. Dit is denk ik toch wel de arcade stick crowd. True, maar wie deze games destijds gespeeld heeft, op de Saturn, op de PlayStation, zal nu, en die de serie een warm hart toedraagt, Darkstalkers 4 gaat er ook aan zitten komen. Ja. Het is misschien ook... Het is een leuke serie.
Ja, het is een leuke serie. Ja. En degene die hem destijds op de Saturn en de PlayStation hebben gespeeld, offline, zonder al die extra's die er nu in zitten, ja. Die zullen toch zoiets hebben van, nou, hey, trip down memory lane voor 10, 12, 14 euro, wat het ook mogen zijn. Ik ga het toch checken. Ja. Ik denk dat die mensen er wel zijn. Ik hoop dat als je dan uiteindelijk de game gaat spelen, dat het met die mindset niet teleur gaat stellen. Maar misschien dat we daar nog maar een keertje over moeten babbelen als hij daadwerkelijk bij ons beschikbaar is. Precies. Capcom bundelt weer eens twee oude beat'em-ups en... Capcom bundelt weer eens twee beat'em-ups van weleer. Night Warriors... Hoe heet die ook weer? Ik heb het over een tweetal Darkstalkers game. Capcom bundelt twee oude Darkstalkers... Darkstalkers. Onder de paraplu, onder de... Capcom bundelt weer eens twee oude beat'em-up games. Twee Darkstalkers games, wel te verstaan. Capcom bundelt twee oude Capcom bundelt twee oude Darkstalkers... Ik vind het een kuttitel. Oh, je maakt me echt stuk. Capcom bundelt twee oude Darkstalkers games en gooit ze onder de noemer... Ja, dan moet jij wel even normaal doen natuurlijk, hè? Sorry.